Dit is Parco di Monza, een rustiek park in de buurt van Milaan met een ontspannen sfeer. Waar je lekker kunt wandelen, een beetje kunt joggen, de hond uitlaat of gezellig picknick met het gezin. En waar je dus perfect tot rust kunt komen. Maar soms wordt er ook gereisd. Dit weekend is het namelijk Super League Formula op het Autodromo Nazionale di Monza. En dus vliegen de PK's weer in het rond. Het is zaterdag en dus tijd voor de kwalificatie. Carlo van Dam komt al vroeg uit zijn pits om te beginnen aan zijn ronde. De PSV-coureur slaagt er alleen niet in om een goede tijd op de klok te rijden. Nee, ging helemaal niet goed. Omdat we inderdaad vooral nu voor de kwalificatie veel beter hadden verwacht. Gisteren met de vrije training ging eigenlijk, de eerste vrije training ging heel goed. We reden naar buiten, stonden gelijk vierde. Uiteindelijk afgezakt naar een negende plaats omdat we niet meer verder konden rijden. In de tweede vrije training gisteren hebben we gewoon wat extreem geprobeerd met de setup. Dat werkte niet. Dus we probeerden vandaag voor de kwalificatie weer terug te gaan. Alleen waarschijnlijk is er een foutje gemaakt met de rijhoogte. Want eigenlijk door het, op het hele circuit raakte de auto zeg maar de grond. Ja, en dan is het gewoon heel moeilijk om de grip te houden. Dus ja, tijdens de kwalificatie was de grip en de snelheid er absoluut niet. En zo eindigt Carlo van Dam in het achterveld met de negende plek in zijn kwalificatiepool. Er moet dus nog flink wat werk verzet worden om morgen met een goed gevoel aan de start te kunnen verschijnen. Nou ja, hopen dat we in ieder geval de auto redelijk in orde hebben. En dat we naar voren rijden. En als het net zo gaat als gisteren met de training, dan moet dat ook lukken. Wat is er haalbaar morgen voor je? Nou ja, Super League zijn altijd bizarre races. Dus, stel ik hem anders, waar zou je morgen tevreden mee zijn? Met de eerste race in ieder geval top 10. Maar je weet niet, het kan gek lopen, dus misschien nog wel beter. Vandaag was dus een erg grote domper voor PSV. Sterker nog, nadat de camera uitging, gaf Van Dam aan er doodziek van te zijn. Maar gelukkig worden morgen pas de punten verdeeld.